Welkom allemaal in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Nederweert, waar vanavond het coalitieakkoord van CDA en VVD wordt gepresenteerd. Ook een welkom aan de pers. Ik heb een aantal mensen gezien, Nederweert 24. Ik zie Dagblad Limburg, ik zie Midden-Limburg Actueel. Ook een fotograaf in Midden-Limburg Actueel. Ook jullie van harte welkom. Mijn naam is Marcel Timmans, ik ben werkzaam als communicatieadviseur voor de gemeente Nederweert en mij is gevraagd om deze avond te openen en even het spoorboekje met jullie door te nemen. Richting geven, ruimte bieden en verbinden. Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord van de partijen CDA en VVD. En als het goed is, heeft u het akkoord onder embargo via mail ontvangen. En mocht dat niet goed gegaan zijn, daarachter is een doos en daar liggen gedrukte exemplaren in. Dus heeft u niet meegekregen, dan kunt u daar aan het einde van deze bijeenkomst kunt u zich daar een exemplaar meenemen. Goed, de invulling van de avond, hoe ziet dat eruit? We beginnen zo dadelijk met een toelichting van Hubert Makkers. En dat doet hij in zijn rol als formateur. Hij geeft een toelichting op de totstandkoming van het akkoord en het proces dat nog gaat volgen. Want met de presentatie van vandaag zijn we er nog niet. Vervolgens hebben we een voorstelrondje van de kandidaat-wethouders. En dat zijn achter de tafel de heren Geraerts, Houtman en Makkers. En na het voorstelrondje is er gelegenheid tot het stellen van vragen en dan richt ik mij met name tot de pers. En aansluitend vindt het ondertekenen van het akkoord plaats. Dat ondertekenen gebeurt door alle mensen achter deze tafel. Ik zal ze toch even voorstellen. Ik denk dat ze voor de meeste bekend zijn, maar ook vanuit hun rol. Dat is mevrouw Ellie Schepers-Dings, een rol van fractievoorzitter van de VVD. Mevrouw René Werk, voorzitter van de VVD in Nederweert. Dan gaan we naar de heer Houtman, wethouder namens de VVD en kandidaat wethouder binnen de nieuwe coalitie. De heer Makkers, formateur van het CDA. We gaan naar de heer Geraerts. Ja, ik moest er zelf ook even langs gaan. Voorzitter van het CDA in Nederweert en kandidaat wethouder. En op de laatste plaats, en niet de minste, de grootste volgens mij van het stel, meneer Erik van Putten, fractievoorzitter van het CDA in Nederweert. En dan geef ik nu het woord aan de heer Makkers voor toelichting op het proces en wat komen gaat. Dankjewel Marcel, ik doe het even hier voor de tafel, dan hoef ik dat niet zitten te doen. Dankjewel voor alle aandacht en aanwezigheid. Het coalitieakkoord, richting geven, ruimte bieden en verbinding. We zijn tot stand gekomen met het coalitiepartner VVD onder een aantal zaken die van Nederweer van belang zijn. En dat betekent op de eerste plaats dat wij te maken hebben met een demografische ontwikkeling, net als heel Nederland, Oost-Nederland en alles buiten de Randstad. En van Nederweer betekent dat op dit moment al met name dat we een stukje ontgroening te maken hebben, dus minder jeugd met clubs, minder jeugd, met scholen heeft een effect. En we hebben te maken met vergrijzing. We hebben nog niet te maken met de krimpende bevolking, die groeit met licht door. Maar we hebben het wel nodig om daar slim mee om te gaan, zodat wij niet zoals een paar zet gebeurders achter de feiten aan kunnen lopen. En dat moeten we die voorzorg ook niet nodig hebben en ruimte van groei van inwoners benutten om ook naar de zaken zacht te laten landen. Dat is één belangrijke trend. Het tweede wat natuurlijk voor iedereen wel helder is, dat de ontwikkeling de transitie van de drie decentralisaties, jeugdzorg, arbeidsparticipatie en alles met zorg. Dat van het Rijk en provincie naar de gemeente toe gaat. Dat is een bedrag van ongeveer 20 miljoen aan taken waar we nog 16 miljoen voor krijgen in Nederweert. Dat is een geweldige opgave, maar dat geldt voor elke gemeente. Nederweert heeft één voordeel dat we financieel wel graag krachtig zijn ten opzichte van andere gemeentes, maar die kans, die positie moeten we ook zo houden. Dus dat is de tweede belangrijke ontwikkeling. En de derde is, en dat is eigenlijk de kracht van de samenleving zelf, wij geloven in onze burgers, onze inwoners, onze mensen, onze ondernemers en onze samenleving. Die drie dingen heeft eigenlijk als basis gediend hoe wij dit akkoord om hebben gesteld. En de titel daarbij, richting geven, ruimte bieden en verbinden, is vooral te interpreteren dat de overheid in dit soort situaties aan de ene kant echt de richting gaat geven en kijken hoe je samen de boer op gaat, aan de andere kant ben je meer faciliteren bezig of proceszettend. Maar daarbinnen zullen we steeds meer ruimte moeten geven aan eigen initiatief. Maar dat moeten we ook samen met de mensen doen, want alleen de overheid moet zich krijgen met minder geld.
wil ze meer, maar het gaat natuurlijk niet met de burgers, moeten het zelf doen. Dus die moet je ook ruimte geven aan initiatieven. En dan moeten we samen oppakken en daardoor het woord verbinden. Het coalitieakkoord zijn een aantal zaken die heel belangrijk zijn. We willen vooral ook zaken gaan uitvoeren die op de plank liggen, waarbij ook gewoon gezegd van we doen de dingen die we moeten doen. Dan hebben we het over het centerplan daadwerkelijk uitvoeren. Daar komen uit ongetwijfeld nog vervolgstappen aan vast als dit daadwerkelijk doorgaat voor 1 juli. Daarmee zijn we als overheid vooral faciliteren bezig. We willen de ondernemer ruimte geven en we willen samen met centrummensen de bedoeling daarmee op te trekken om ook samen met de ondernemers een beter centrum te doen. De overheid heeft een aantal randvoorwaarden die ze daarbij doet, in het openbaar gebied, maar ondernemers zelf ondernemen, niet de overheid. Als we het hebben over het buitengebied in balans, dan zien we daar dat wij met bestaande bedrijven in de agrarische sector een enorme kracht geïnteresseerd hebben. We moeten wel zorgvuldig omgaan als burgers. Aan de ene kant, aan de andere kant ruimte geven aan de initiatieven die er zijn. Tegelijkertijd zien we, en daar willen we ook een nieuwe agenda op zetten op recreatie en toerisme, dat er nieuwe kansen zijn voor een gebied, een stukje van het buitengebied, waarbij je ziet dat er ook meer ruimte komt in de zin van dat er minder agrarische bedrijven wel zo groter zijn. Maar er komt nieuwe ruimte en die kansen van de prioritaire natuurgebieden die we hebben, die moeten we ook slim verbinden. En die agenda moeten we ook maken. Dan de verbinding N275 en N266. Die discussie die staat nu volop op de agenda. En daar, die moet ook nu afgerond worden waar we er daadwerkelijk naartoe gaan. En de weg aanleiding is wel zwaar samen met de provincie is wel de optimaal. Een overheidstaak, dat is echt de richting die je geeft. Maar dan moet het ook vooral een draagvlak met de omgeving, hoe je dat goed gaat inrichten. En last but not least, voor de grote ontwikkeling, die opgave die ik net opzond, zijn zaken die al langer op de agenda staan. Alleen die moeten we meer vorm en inhoud gaan geven en daadwerkelijk tot resultaat gaan brengen. Last but not least zijn eigenlijk de 3 decentralisaties. Wat deze coalitie wil doen, is niet alleen een transitieverhaal. Overheid, Rijk, provincie krijgt minder geld voor taken en moet het gaan doen. Dat kan heel klinisch. Dat moeten we zorgvuldig doen. En tegelijkertijd is langs de transitie zal een transformatie moeten plaatsvinden. En die transformatie, dat krijgt als de participatiesamenleving, zoals Mark Rutte dat heel mooi noemt, die zullen we samen die agenda moeten maken. En dat is heel belangrijk, hoe zetten wij die agenda voor een dorpskern. Dat hebben we een coalitieakkoord opgeschreven als agenda per kern. Omdat betekent dat los daarvan of de 3 D's wel of niet door waren gegaan, dat verenigingen te maken krijgen met krimpen minder jeugdleden. Dat we wellicht gebouwen over hebben, hoe gaan we met die accommodatie, hoe gaan we er slim, toekomstbestendig mee om. Dat hadden we ook gemoeten als we die 3 D's niet veranderd hadden. Maar nu geeft het dat de overheid zegt, kijk eens, je krijgt minder geld, moet je meer doen. Burgers moeten zelf meer doen. Burgers moeten in eigen kracht gezet worden. Dat kun je in bezuinigingsoverweging doen, dat beschouw ik negatief. Maar in principe is die ontwikkeling niet verkeerd. Wellicht zijn we in het verleden lang gepamperd. Maar nu moeten we het versneld gaan doen, mede door die late financiële ontwikkeling. En we hebben als coalitie ook het uitgangspunt dat we dit financieel gezond willen doen. En dat houdt in dat wij uiteindelijk ook moeten doen met de rijksmiddelen die we hebben. Want dan die transitie zorgvuldig doen, zodat we ook financieel sterk blijven als Nederweer. Dat we ook zelfstandig daarmee onze eigen keuzes kunnen bepalen. Dat heeft geleid eigenlijk ook van de rol hoe ga je het verbinden verder zien. Staat een coalitie op te moeten anders opereren, meer verbindend. Dat is, laat ik zo zeggen, we hebben het heel goed gedaan in het verleden. Maar we zullen doordat we andere partijen ook meer in eigen kracht moeten zetten, zullen we vaak meer verbinden dan we altijd degene zijn die het gaat doen. Dat bedoel ik daarmee. En de positie van de burgemeester is daar als roerganger belangrijk in. Zijn positie in de regio. En die heeft het verleden met verf opgepakt. En zal nu, dat vragen we nu eigenlijk weer. De portefeuilleverdeling is eigenlijk, er moet nog officieel vastgesteld worden in een mooi woord constituerend paraat. Dat doen we de dag na de installatie. En op een aantal hoofdlijnen betekent dat de economische domein, dus zal vormgegeven door wethouder Houtman. Het sociaal domein door Henk Geraerts. En ondergetekend zal het fysiek domein doen. Maar wel een belangrijke aandachtspunt voor mezelf is ook die transformatie richting die agenda per kern. Die wil ik persoonlijk ook te handen nemen en zal met name daar overleg met collega Geraerts gebeuren. Dat is portefeuilleverdeling. Ik weet niet of ik mezelf bijvoorbeeld is. Stel ik misschien eerder, ben zelf Ubermakken 36 jaar en sinds augustus 2012 wethouder in deze gemeente. En ik heb er in ieder geval enorm veel zin in. Er zullen vragen daarover zijn, dat mag het zo gesteld worden, maar ik denk dat eerder dat het toch stiekem een ander voor worden, want last but not least, maar we beginnen bij collega Hans Houtman en die kan zich even keurig voorstellen. Ja, ik ben Hans Houtman, ik heb 6 maanden warm kunnen lopen in het mooie vak van wethouder, financiën, economische zaken
het majeure buitengebied recreatie, toerisme en milieu. En dat is zo aardig en zo aantrekkelijk en leuk dat ik me ook weer kandidaat gesteld heb om daarmee door te gaan. Wetende dat er een behoorlijk zware opdracht ligt. Er komt heel veel op ons af. We hebben heel veel dingen op de plank liggen die gaan behoorlijk wat geld kosten. En tegelijkertijd hebben we afgesproken dat we spaarzaam zullen zijn en in ieder geval onze goede financiële positie willen bewaken, omdat we daarmee ook onze zelfstandigheid maken. Ik ben iets ouder als Hubert. In die zin dat het maar heel mogelijk dat hij een zoon erbij was, want mijn oudste zoon is 2 jaar ouder dan hij is. Ik heb inmiddels 9 kleinkinderen. Ook dat is een opdracht, Hubert, die buitengewoon interessant is. Ja, maar wat ik heb er zin in. We hebben er zin in, waar ik aan hecht is te zeggen van we hebben op een ongelooflijk prettige manier met elkaar kunnen onderhandelen om te komen tot een grofmazig plan van aanpak voor de komende 4 jaar. Daar zit heel nadrukkelijk in, daar hebben we naar gekeken, dat wil ik hier ook wel duiden. De wensen van andere politieke partijen, we hebben ook gezegd van we nemen als dat enigszins kan, nemen we dat mee. En juist in dat verbinden zit de uitnodiging om ook van hun ideeën en van hun kennis en allemaal gebruik te maken. Tot zover. Dankjewel, Lucas. Ik kan eerst weer voor. Inderdaad. Goedenavond, Henk Geraerts, voor sommigen onbekenden, anderen denk ik een bekende. 55 jaar getrouwd, 3 kinderen. En met een onderbreking van 6 jaar, waar ik in Nederlandse werkzaam ben geweest, sinds 1973 inwoner van Nederweert. Ik ben mijn carrière hier in deze gemeente begonnen in 1980. Ik ga nu weer opnieuw hier beginnen in een andere functie. Een functie waar ik zin in heb. Waarom? Ik ben momenteel bij de gemeente Venlo, beleidsadviseur onderwijs. Vanuit die functie, mede belast met passend onderwijs en zeker ook met de relatie passend onderwijs-jeugdzorg, een heel belangrijke schakel. Dat is nou een van de beetje ongeschoven kindjes. Mijn visie had passend onderwijs ook bij de deze grote wat. Die link met jeugdzorg is niet te missen. Voor mij is het verder van belang dat wat Hubert net aangehaald heeft, wat Hans net aangehaald heeft, het verbinden. Ik heb in mijn Venlo's tijd ook nog 2 jaar rond mogen wandelen als stadsdeelmanager. Dan in de wijken Venlo Zuid en Venlo Oost. Wijken waar veel aan de hand was, met name op sociaal gebied. En vanuit die ervaring weet ik wat er ons te wachten staat. En weet ik ook wat het woordje verbinden besturen inhoudt. Dat is iets wat de burgemeester al een keer aangegeven heeft, niet iets wat je leert, nee, dat moet je hebben. Net zoals je bent een deel of je bent het niet, dat leer je ook niet. Ik voor mezelf heb er net zoals Hans het woord enorm veel zin, met name ook vanwege het feit dat we bijzonder goed, constructief en op een goede wijze met elkaar omgehandeld hebben om te komen tot dit akkoord waar we hard aan gaan werken om dit tot een succes te maken. Daar wil ik het voor gaan. Goed. Erik, dankjewel voor de toelichting. Dan gaan we nu over tot de officiële ondertekening. U heeft het coalitieakkoord voor u. En op de laatste pagina daar is een bijlage van blad. En daar staat namen. En dan een pen voor u. En er moet een zesvoud getekend worden. Het akkoord geboren, zeg maar. Dat misschien toch wel op zijn plek een akkoord. Een applausje aan te geven. Het vervolg is volgt. De volgende raad is stilgestaan. Wat even gezegd wordt, is kort op tijd om het allemaal goed te bespreken. En wat daadmede goed naar gekeken. En dat ik zeg, nou, we willen wel als college voortvarend aan de start. Dat we zouden kunnen uitwerken. Maar ook tegelijkertijd partijen gelegenheid geven om nauwelijks zaken verder uit te diepen. Dat betekent dat we 6 mei de installatie van het college hebben. En ook degene die doelschrijvers gaat, het kan er niet van over. En dat we de inhoudelijke bespreking later doen, tegelijkertijd, dat is ook gezegd, dus een hoofdlijnakkoord. En voor de mensen met betrekking van de nadere uitwerking. Dat komt dus vervolgens, die stap voor stap, komt er ook naar voren toe. Vanavond in het Springboren, op de kosten van de gemeente, maar 6 mei zijn jullie allemaal van harte welkom. Hans, Henk en ik, in een paar valken hier geven bij de kleine mens. Nou, dat staat er zeer. Ik heb het zelf overgenomen door. Maar dan maak ik de agenda af.